Ja, ik sta dus met niemand minder dan Frank Wielaert. Frank, allereerst welkom. Ja, dankjewel. Hey, vrouwenvoetbal heb jij heel veel mee, hè? Ja, vind ik leuk. Ik volg het al vrij lang, wel van een afstandje en het wordt steeds dichterbij. Dus ook steeds serieuzer, maar al wel vanaf de eind jaren 90 hou ik het een klein beetje in de gaten. Ja, Frank, ik heb je in mijn intro genoemd de man met de gouden strot. Het is wel een gouden envelop. Het is een gouden envelop. Ik zou zeggen, maak hem eerst even open en laat het even tot je doordringen, wat erin zit. Wat betekent dit? Ja, dat ga ik je zo uitleggen. Maak hem eerst even rustig open. Een briefje. Het is geen liefdesbrief. Nee, dan had je met andere kleurletters geschreven. Ja. Doe alsof je commentaar geeft tijdens de Euro 2017 finale Nederland tegen... Nou, dat wordt dan aan de kant van Nederland. Duitsland maar. Aandacht, ja. Martens, deze kant voorbij. We gaan maken, doe maar. Schiet 2.1 over Nederland. Daar gaan we. Frankie kan stoppen. Frankie kan stoppen. 22. 22, ongelooflijk. Je staat dus al bovenaan. Ja, je staat bij 10, ben ik het mannetje. Ik ben echt wel een mannetje nu ook. Zo, ik val steenhard in de kruising. Fantastisch gedaan, 1 over Nederland. Misschien is het iets anders. Je actie, loop, actie. Kan zo doorlopen, ik ben in het verhaal. De mensen thuis willen weten, wat gebeurt er bij die eerste paal? Ik denk dat ze hem in het zijn net schieten. 22. Frank Wielaert. Nu komt er een prachtig mooi klassementje. Oh, ik dacht regenboog. Kan ook. Maar ik ben heel erg benieuwd, op wie moet ik nou gaan letten bij die oranje winnen? Let eens op Jacky Groene. Ja. Jacky wordt vaak genoemd. De Xabi Alonso van het Nederlands elftal. Zo. Nou, ik zeg prachtige uitspraak, mensen. Tot de volgende keer. Voor alle deelnemers, Frank Wielaert. 22. We gaan even een biertje drinken, toch? Zeker. Meer dan één. Meer dan één. Kijk.